Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Delen van Nederland hebben te maken met wolkenvelden, maar er zijn ook plaatsen waar opklaringen zijn en daar vriest het nog een paar graden en kan ook mist voorkomen. In de ochtend dus hier en daar wat mist, van het westen uit neemt de bewolking geleidelijk wel toe en in het westen zou in het eind van de ochtend al wat lichte motregen kunnen vallen. En vanmiddag kan dat op meer plaatsen in ons land gebeuren. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar het kan af en toe wat spetteren. Wolken krijgen steeds vaker de overhand, het wordt 6 of 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond hier en daar een opklaring. Misschien nog een spatje motregen, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Temperaturen dalen naar 2 tot 5 graden. En ook in de nacht komt het kwik niet meer onder het vriespunt. Morgen overdag hebben we te maken met wolkenvelden. Er valt in de ochtend wat regen. In de middag wordt het vaker droog. Temperaturen zo'n 7 of 8 graden. Wind is westelijk en matig kracht 4. Dan gaan we naar de vrijdag nog steeds vrij veel bewolking. Op veel plaatsen is het wel droog, net als zaterdag, want de kans op een bui is dan klein. Maar is er wel, zaterdag is er wel weer wat zon tussendoor. Zaterdag wordt het 11 graden, dat is de warmste dag van deze periode. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.